Je hoort het al, het is tijd voor de 8e Star Wars film. En durf ik het zeggen, een van de beste? Star Wars, The Last Jedi. This is not going to go the way you think. Fulfill your destiny. Jazeker, het was weer 2 lange jaren wachten. Hoewel vorig jaar hadden we nog Rogue One in de bioscoop. Een soort spin-off, een soort gritty, zo je wil, prequel van A New Hope. Maar nu, eindelijk, het tweede deel uit de 3e Star Wars reeks trilogie. Volgt u het nog? Jawel, het is The Last Jedi. The Last Jedi. Het verhaal gaat precies daar verder waar 2 jaar geleden The Force Awakens stopte. Onze prachtige Jedi in spe is... Ren is op weg naar Luke Skywalker, die ergens op een eiland zit te chillen. Want hij is er helemaal klaar mee. De manier waarop de Resistance de Old Republic weer probeert op te richten. En hij wil niet meer. Zij wil wel weer, want zij is nogal bang voor de Supreme Leader Snoke. En in zijn kielzog Kylo Ren. Gespeeld door een fantastische Adam Driver. Eerlijk is eerlijk, ook in dit deel is hij fantastisch. Maar goed, ze zat op dat eiland, ze vond hem. En daar stopte de film. Onze vriend Mark Hamill, Luke Skywalker, lachte nog mysterieus in de camera. En dan was het voorbij. En nu gaat het precies daar verder. En het gaat full on helemaal los. Ik kan niet anders zeggen, maar ik heb 2,5 uur werkelijk staan smelten in die bios. Want het was 1 grote fucking rollercoaster aan actie, aan dialogen, aan personages, aan nieuwe schepsels. God mag weten wat allemaal. Een paar nieuwe Ewoks-achtige creatures, maar dan veel minder irritant. Er was geen nieuwe Jar Jar Binks, godzijdank. En het was gewoon echt heel vet. Maar goed, we gaan daar verder. Het verhaal is op een soort climax, want de Empire, zoals gezegd, Snoke en Kylo Ren zijn eigenlijk bezig om het laatste stukje Resistance de kop in te drukken. En natuurlijk hebben we daar Luke Skywalker, die er niet echt meer bij hoort. We hebben Prinses Leia Organa, gespeeld door de overleden, wie zal het zeggen, Carrie Fisher. En de laatste hoop van de mensheid is Rey. Gespeeld door Daisy Ridley, die nog steeds gewoon fantastisch is. Mooi om naar te kijken, acteert goed, humor, actie, alles. Fanboy. En dus het laatste stukje Resistance dat er nog over is, wordt eigenlijk de voet ingedrukt door die oppermachtige Empire. En daar pakken we dat verhaal op en het gaat, zoals gezegd, in 1 lange rollercoaster, 2,5 uur lang gaat het door. Helaas geen Han Solo. Al weten we, Harrison Ford wilde wel terugkomen voor de Force Awakens, maar onder 1 voorwaarde en dat is dat hij, ga het maar kijken. Dus Kylo Ren heeft het bloed aan zijn handen, is in dubio, in gevecht met zichzelf. Rey probeert hem eigenlijk terug te halen naar de goede kant van de Force. Dat alleen al is deze film waardig. Maar daaromheen zit nog zoveel meer smeuïgheid, zoveel meer Star Wars fandom eigenlijk van Rian Johnson, de regisseur, de grote man achter dit deel. Een uniek deel ook, want hierna het derde deel heeft alweer J.J. Abrahams getekend voor de regie, die ook het eerste deel van deze nieuwe trilogie deed. Maar Rian Johnson, die Dark Horse, die ons Brick bracht, wat eigenlijk echt een fantastisch debuut was. Een soort high school detective thriller, drama, coming of age. En daarna met Looper toch wel met het science fiction genre aan de haal ging. Een uitstekende Bruce Willis daar. Maar dit is zonder meer zijn absolute meesterwerk. Toen hij erbij kwam, Rian Johnson, was het ook zo dat er al een script lag van een oud-gediende, hoe heet die ook weer, Kasdan of zo. Vergeet het maar meteen. Lawrence Kasdan, ook van Raiders of the Lost Ark, al die shit. In ieder geval, dat script lag en Rian Johnson zei, nee, ik wil het
helemaal from scratch schrijven. Dat heeft hij gedaan. Het ontzettend duistere Luke Skywalker. Mark Hamill, die ook toen ik voor het eerst dat script zag, zei: dude, ik ben het echt met geen enkel van de keuzes die je hebt gemaakt voor Luke Skywalker eens. Maar fuck it, we gaan het doen. En ik ga er een beste Luke Skywalker van maken die ik kan, acteertechnisch gezien. En oh boy, wat is dat gelukt. Mark Hamill, top notch. Eigenlijk mijn grootste irritatiepunt in die originele Star Wars trilogie was Mark Hamill. Ja, gewoon niet een groot acteur destijds. Inmiddels met al het werk dat hij heeft gedaan. Voornamelijk ook veel videogame characters ingesproken. Om de Joker natuurlijk in de Batman reeks. Veel geprezen. En nou ja, Mark Hamill, Luke Skywalker, The Last Jedi. 10 op 10. Echt waar. Hij acteert voortreffelijk. Iedereen acteert eigenlijk voortreffelijk. Ook John Boyega is weer terug als die overgelopen stormtrooper. Finn natuurlijk. Ook echt supergoed. Er zijn een paar nieuwkomers die ik echt moet benoemen. De grootste, Kelly Marie Tran. Een bijna een onbekende Aziatisch-Amerikaanse actrice. Speelde geloof ik in één soort van indie film XOXO. Zei tegen haar vrienden dat ze ook bezig was om een indie film te maken in Canada. En nou ja, wat schetst hun verbazing toen ze terugkwam. Speelde ze eigenlijk een van de grotere rollen in Star Wars The Last Jedi. Humoristisch, echt ontroerend, superleuk. Zij dus Benicio Del Toro, die destijds Darth Maul zou spelen in The Phantom Menace. Maar toen George Lucas zijn rollen er bijna geheel uitknipte, zijn dialogen, zei hij, bekijk het maar. Is nu terug als een soort codebreaker. Nou, dat is ook echt super goed. Want hij stottert inderdaad. Heel flauw grapje, maar het is wel zo. En Laura Dern speelt, assisteert een beetje Carrie Fisher. Als een soort hooggeplaatste vrouwelijke politieke resistance leider. En nou ja, ik moet zeggen. Op dat paarse haar na echt een schot in de roos. Carrie Fisher... niets dan goeds over de doden, maar behoorlijk vlak. Waar Mark Hamill zich wel echt heeft ontwikkeld door de jaren heen als acteur is Carrie Fisher. Nou ja, goed. Ik weet niet of ze er zin in had of niet, maar ik vind haar niet even sterk in alle scènes. En daarom is het maar goed ook dat die Laura Dern ernaast werd gezet. Wie wel echt super vet is, Oscar Isaac als Poe Dameron. Samen met Han Solo een van mijn favoriete Star Wars personages. Ja, moet ik nog langer oreren over Star Wars The Last Jedi? Nee, ga het zien. Ik bedoel, half Amerika heeft hem al gezien. Hij heeft geloof ik in één dag meer dan $100 miljoen opgebracht. Het wordt weer een kaskraker. Het is de reden dat bioscoopzalen überhaupt bestaan. Dat ze vol zitten. Het is een fantastische bioscoopfilm. Eén van de beste Star Wars films ooit. En daarmee ook een van de beste science fiction films aller tijden. Lange zit... Ja, het is een lange zit op papier. In de praktijk merk je daar eigenlijk helemaal niks van. Het zit boordevol actie, vette dialogen, plotwendingen, force fights, mindfucks. Ach, man, moet ik nog meer zeggen? Ik moet me inhouden om deze film niet het hoogste cijfer toe te kennen dat we kunnen toekennen. Maar ik ga hem gewoon een dikke 9,5 geven. Vooruit. The Last Jedi. Check het. Nu. Nu, ga erheen, check het. Dan zit je hier nog aan te kijken, man. Oh ja, abonneer je en geef een like. En ga daarna fucking hard naar de bioscherm. Veel plezier. 3D, voegt het iets toe? Geen idee. Ik heb hem gewoon 2D gezien. Bespaar je nog geld ook. Tip van de dag. Later! Reviews van de nieuwste games, de nieuwste films, de nieuwste muziek en nog veel meer multimedia hier bij Multimedia Alden op je buis. Abonneer je nu. Duimpje omhoog.